Vrijdagavond reisde Ajax vrouwen naar Zwolle voor het competitieduel met PEC. In Amsterdam waren de Ajax vrouwen met 7-0 te sterk en na twee nipte nederlagen de laatste wedstrijden waren de Ajax vrouwen gebrand op de overwinning. Van Lunteren met een mooie actie, dan een steekbal, maar weer achterlangs en dan Tesselmiddag die de bal oppikt. Tesselmiddag kan profiteren, Middag met de kans, wordt gestuurd op Bonthuis, dan de rebound en dan het doelpunt van Ashley Bakker. Een cadeautje eigenlijk van Zwolle, maar goed afgemaakt door Ashley Bakker. Daardoor 0-1 en weer een fout in de verdediging. Bonthuis redt, maar weer bijna profiteerde Ajax van een grote fout bij Zwolle achterin. En Middag kan overnemen op Van Heidegberg. Ruimte voor Van Heidegberg. Van Heidegberg kan schieten. En dan gaat de bal erin. Heel mooi gedaan van Claudia van Heidegberg. Mooi doelpunt van de linksbuiten van de International. Na een half uur spelen. Een comfortabele voorsprong voor de Ajax-vrouwen. Vrij trap Zwolle. Op Sylvia Smit. Kop door. Goed gedaan. Kan Zwolle. En bijna een doelpunt door Marianne van Brummelen. Goeie aanval. Simpel en effectief. En de bal gaat maar net naast. 1-2. Ja, Kogelman mee naar voren. Simone Kersten komt de vrije trap. Strak en hard genomen. En die bal verdwijnt in het doel. En dan laat Marieke Ubach zich verrassen. In de blessuretijd van de eerste helft. En dan is het feest hier in het stadion. 1-2. Opvallend, Marieke Ubachs is in de kleedkamer achtergebleven. Zij wordt vervangen door Daria Antoncic. En ook Babice Roof is nieuw in de ploeg. Tesselmiddag. Tesselmiddag, geen controle, Brummel en Zwolle. Schepers en Antoncic uit het doel. Gevaar niet geweken, daar komt de lob, Antoncic en dan staat het 2-2. 2-2. Door Bruinenberg. Strakke corner op het hoofd van Middag. Van Ashley Bakker, maar net iets te hoog. Opnieuw poging voor een voorzet. Daar komt de bal. Strak gegeven en net over. Tesselmiddag verliest het duel. En dan Schepers voorzet op Van Brummelen. Antoncic. In tweede instantie. Zwolle jaagt. Dat betekent dat er ruimte is voorin. Goede lichaamsschijnbeweging van Roof. Opening, een hele mooie bal op Bakker. Ashley Bakker. Ashley Bakker gaat schieten. Bakker schiet en de paal. De bal werd nog een beetje aangeraakt en de paal. Wat een pech voor Ashley Bakker. Bijna iedereen mee naar voren. Alleen Van Heidegberg blijft halfwege de helft. Kort genomen. Kaagman. Waar blijft de voorzet? Daar komt de bal. Kaagman. Kaagman en bijna. De bal wordt van de lijn gehaald. Dan komt Zwolle goed weg. Korte bal en Zwolle met Smit. Van Brummelen. Van Brummelen weg. Van Brummelen alleen op Antoncic af. Van Brummelen geeft de bal voor. En die bal gaat over. Het was bijna de knock-out geweest. Ingooi op Roof. Komt de bal nog één keer voor, maar dan zit de wedstrijd erop. En wordt het hier 2-2, een teleurstellend resultaat voor Ajax. Het lag niet zozeer aan Zwolle als wel aan onszelf. Wij moeten het gewoon beter doen. Ik vind dat we daarin te veel achteruit aan het lopen zijn geweest. Te weinig druk op de bal hebben gehad. Ik denk dat er één simpele reden is en dat is dat iedereen onder zijn kunnen heeft gepresteerd.
En als iedereen, ja, ik weet niet hoeveel procenten al van zijn kwaliteit al niet laat zien, dan wordt het een hele zware avond. Het leek er ook op alsof we op het veld stonden van, nou, we doen het wel even. Nou ja, goed, tegen dit soort ploegen, tegen welke ploeg je dan ook speelt, doe je het niet even. Ik moet zeggen, in het veld voelde het ook wel zo van, nou, we heersen en we zijn beter en dat moet goed komen. En misschien dat je daarom onbewust te makkelijk gaat doen en de duels niet meer gaat winnen. Het is wel opvallend als je tijdens de wedstrijd je doelvrouw vervangt. Ja, maar ik was ook ontevreden. Ontevreden omdat ik vind dat, het kan je één keer gebeuren. Maar dat een bal er zo invalt bij de eerste paal, ja, dat moet je aanrekenen als keeper zijnde. Ja, en dan merk ik aan gedrag dat de kop er niet op zit. En dan moet je gewoon eigenlijk als team vechten. En dan is het voetbal maar niet mooi, maar dan moet je in ieder geval zorgen dat je die punten mee naar huis neemt. En dan krijgen we 2 doelpunten tegen en dan, ja, dan slaat er eigenlijk helemaal nergens op. Dus het was one of those nights. Nou, helaas dat het daarna zo'n wedstrijd als tegenstander het Luik gebeurt. Waar ik meer dan tevreden over was. Ja, buiten het resultaat natuurlijk. Maar voetballend gezien prima. En nu vanavond ver onder de maat.